Komend weekend vindt de Samenloop voor Hoop plaats. Een heel bijzonder evenement dat in Rumen voor de tweede keer werd georganiseerd op Sportpark De Weijer. Een evenement waar we ook verslag van zullen doen op TV 11. Vanaf zaterdagavond kunt u kijken naar een speciale uitzending voor dit evenement. Donderdag was er iets wat met het evenement te maken had. In het Laurentius ziekenhuis in Rumen werden twee ontmoetbanken onthuld. Een einde daarvan draagt het logo van de Samenloop voor Hoop. Een van de twee ontmoetbanken die donderdagmiddag in het Laurentius ziekenhuis in Rumen zijn onthuld, is de bank voor de Samenloop voor Hoop. Daar vindt komend weekend weer plaats in Rumen. Het idee voor de bijzondere ontmoetbanken komt van Angelique Slieger en Marieke Wijnbelt. Ja, dames en heren. Daar hebben we ons stil even. We moeten de samenloop een beetje van tevoren promoten en toen zijn we samen eens gaan zitten, hoe kunnen we dat doen, een kunstwerkje. En toen kwam Marieke eigenlijk bij het idee van God, de gemeente die maakt ontmoetbanken. En toen zijn we bij de gemeente, is het zaakje eigenlijk gaan rollen, we zijn gaan vragen, is er nog een bank? En er was nog een bank, dus we zijn aan de slag gegaan. We zijn bij de gemeente, hebben aangeklopt en toen ging het balletje rollen. Toen konden we deze bank realiseren. En al snel kwam ook het idee om het Laurentius ziekenhuis te betrekken in de plannen voor de ontmoetbanken. Stevig materiaal, dus volgens mij kan het nog heel wat jaren doorstaan. We wilden vooral een bank op een plek hebben waar mensen elkaar al ontmoeten. Maar waar natuurlijk ook een link is met kanker, met ziek zijn. En dan kom je al heel snel uit bij een ziekenhuis. En we zochten ook vooral naar een plek die laagdrempelig zou zijn. En dat hebben we ook wel gemerkt tijdens het plakken hier. Want mensen komen langslopen omdat ze zelf naar het ziekenhuis gaan voor behandeling of omdat ze familie komen bezoeken. En het was heel toegankelijk. Iedereen kon echt letterlijk zijn steentje bijdragen. Dus het was heel mooi hoe die bank tot stand is gekomen. Ja. De twee banken zijn bekleed met kleine mozaïeksteentjes. En veel mensen hebben een steentje bijgedragen, letterlijk dan. Je krijgt een heel pakket en dan ga je eens kijken van, oh ja, dat doe je wel even. En zo eenvoudig was het inderdaad niet, want je moet ze in allerlei maatjes knippen en soms vielen ze er ook wel van af. Dus soms passen het ook niet, soms liep je vast. En eigenlijk zijn het ook hele mooie metaforen voor het hele proces in dit. En dan toch allemaal de schouders eronder en zo zeggen van, hup, dat lukt. Of er samen naar kijken. Dus die hele bank. Ja, dat verbindt gewoon en op een gegeven moment komt de bank ook gewoon klaar. Dan is het, het lukt gewoon altijd. Het is af en toe doorzetten, maar je moet de kleuren bij elkaar zoeken en dan gaat het gewoon vanzelf. Ja. Vandaag zijn ze onthuld. Het resultaat is ook echt prachtig. Het zijn twee hele mooie banken. Wat gaat er nu met deze banken gebeuren? Ja, ze blijven nu nog even hier staan en straks komen ze in de nieuwe tuin van het Laurentius te staan. En dan is het echt een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze even tot rust kunnen komen. En ik hoop vooral dat ze, als ze op deze bank plaatsnemen, dat ze daar troost en kracht zullen vinden. Ten slotte, komend weekend is het zover. Hè? Ja. Nou gaat het weer gebeuren. Alles klaar, alle voorbereidingen in volle gang? Ja, we zijn nu druk aan het opbouwen. We zijn, vandaag gaan we echt het hele terrein klaarmaken. En dan morgen zijn we ook nog heel erg druk met de opbouw. En dan gaan we zaterdag om 3:15 gaan we echt van start met de loop. Wij zijn er ook bij met TVL het hele weekend. Dus we zien elkaar daar ongetwijfeld. Leuk, hartstikke goed. Tot zaterdag. Dank je wel.